Nou, ik zou zeggen, het is een sprintje op korte afstand. Ja? We kennen allemaal zijn manier van wegspringen met de bal. Hij is zo verdwenen. En dan meestal komt daarnaast toch wel een goede voorzet, want hij heeft een goed maatgevoel. Maar dat kleine, korte sprintje, dat doet het. Dat is heel belangrijk. Is dat aan te leren of moet je dat hebben meegekregen? Nou, dat heeft hij wel ergens meegekregen, maar door veel oefenen is dat natuurlijk sterk verbeterd. Ja. I woke up this morning with this feeling inside me that I can't explain. Like a weight that I've carried, been carried away. Something is coming. I don't know what it is, but I know it's amazing. And save me, my time is coming. I'll find my way out of this longest round. And it feels like today. Ik heb wel meegemaakt dat als we vrij, dan trainden we zaterdagochtend voor het laatst. En dan kwam oom Jaap Barendert, die was de terreinmeester. Die kwam dan aan Koen, als we thuis spelen. Koen, wilt u even meegaan en even komen kijken of het gras zo laag genoeg is? En dan ging Koen op zijn knieën liggen. En dan zei hij, nou oom Jaap, nog zo'n klein stukje. En dan ging oom Jaap echt nog een millimeter zin van het gras ophalen. You treat life like a picture. But it's not a moment that's frozen in time. It's not gonna wait till you make up your mind.